Hey mensen, vandaag gaan we het hebben over het insectenhotel. We hebben het zelf getimmerd. Dit is een grote, maar er vallen soms dingen uit, dus je kunt het best hier gaas voor zetten. Kijk, je hebt hier, dit is heel bekende, daar doe je van deze dingen in. Dit kun je ook heel het insectenhotel doen, een soort bamboe, maar dan doe je een gaasje doorheen en dan wordt het hol. En dat is een heel fijne plek voor dieren. Hier zitten heel veel insecten in, alleen als je deze in de binnen zet, dan komt er niet zoveel op af, behalve spinnen. Je kan ook zulke dingen erin zetten, plankjes en dan gaatjes erin boren. En je kan er ook gewoon takjes in zetten, dat vinden dieren ook fijn om tussen te kruipen. Ja, maar wij hebben ook een andere variant en die hebben niet veel mensen. Ja, dat is dit ding, die kan ik eruit halen. Alleen dan rolt dit eruit, dus dat is kak, maar dat maakt niet uit. Dit ding is eigenlijk vogelhuisje. Ja. Ja. Je kan er ook hooi in doen. Kijk, als je een konijn hebt, zoals wij. Maar dan moet je het wel eerst open krijgen. Joh. Ja, hij is open. Kijk, en dan zit hier hooi in. En dat is ook fijn voor bijvoorbeeld... Ja. Je ziet al dat hij iets aan is gemaakt. Dus dat is ook... En je kan ook andere soorten dierenhotellen doen, bijvoorbeeld een bijenhotel. Dat kan ook. Ja, maar dat kun je ook hier doen. Want kijk, soms zie je in zo'n... Wacht even nog, ik moet even dit ding... Nee, dit is dus echt... Dit is dus een beetje een oud huisje. Als je een echt vogelhuisje kapot maakt, dan is het niet zo... Ja, dat is niet zo leuk. Want dan heb je misschien een huis van een vogel. Dat is niet zo. En dit is heel irritant, dus ik zou je niet aanraken om dit zo te doen. Oh, dit is dom. Oké, hij zit er weer in. En dan doe ik even dit allemaal weer terug. Boeit. Maar kijk, het is dus... Nee, ik moet er eentje hebben. Deze, in deze gaatjes, als je die tegen de muur aan doet, dus dat zo geen einde is, zoals dit, dan kunnen er dus... Dan zie je op een gegeven moment, als er bijen zitten, dan zie je hiervoor. Dan ziet er een soort stenen muur. En dan kun je er niet meer inkijken. En als je dan dit doorzichtig zou zijn, dus bijvoorbeeld van glas. Dan zou je kunnen zien. En dan waarschijnlijk zie je allemaal andere muurtjes. En er zitten een soort kamertjes. En daar is nectar in. En dat is een soort geel poeder. Ja, dat kan je ook bijvoorbeeld zien in de kinderboerderij bij Wolfslaag. Ja. Ja, eigenlijk, ja. En je kan ook bijvoorbeeld plankjes met schors doen. Want dan vinden ze bijvoorbeeld vissen bij de fijn om in te kruipen. Ja. En je kan ook eikels doen, daar kunnen ze dan ook in kruipen. Maar wij zijn slim, dus dit zijn dennenappels. Oh ja, dennenappels. En deze dennenappels zijn minder handig. Zoals ik al zei, want ja, dit valt gewoon gelijk uit. Kijk, dat is een goed voorbeeld. Dus je kan ook andere dingen doen. Dennenappels zijn gewoon irritant om hierin te doen. Je kunt beter een insectenhotel kopen, want ja, als je hem zelf maakt, dan duurt het best wel lang. Hé, daar ligt het. Je kunt hem ook zelf maken. Oh, en die dennenappels vallen dus overal, zoals nu. Ja, en dit ding is dan nogal groot. Soms zijn ze veel kleiner, maar dit is gewoon een heel grote. Misschien een beetje te groot. Je kan ze ook kleiner doen. Nou, dit was onze video over het insectenhotel. Later. En vergeet niet hier te abonneren. Ja, daar. Doe dat gewoon. Doe gewoon. Ja, waarom niet? Of klik op het duimpje. Doei.